op stap, want we hebben vakantie. En de kinderen weten nog niet waar we naartoe gaan. Vertel eens jouw hart-liefdesverhouding met de bananas. Was opvouwen. Who cares? En dat spart dus weer tijd. Soms een soort van mom guilt heb. Het is een beetje aardig vol. Ik heb dit ding hier omheen gemaakt. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Wij gaan op stap, want we hebben vakantie. En de kinderen weten nog niet waar we naartoe gaan. Maarten is ook mee. I'm here. Maarten, vertel eens jouw haat-liefdesverhouding met de bananas. Haat-liefdesverhouding? Als ik in de auto een banaan eet, kan je niet tegen. Vind je die geur super vies. Maar heel af en toe eet hij zelf wel een banaan, toch? Af en toe ja, als ik het nodig heb. Nodig in de zin van? Als je even snel iets moet pakken en het enige is wat nog thuis is? Zoiets. Banaan. Die banaan die gaat nu naar buiten. Nee. Hallo. Ik denk het ook, ja. Die is echt dik, hè? Heel dik. En die ook. Zachtjes aan je goed, zo schat. Ik denk echt dat er een baby in zit, hè? Oh. I know how you feel, babe. Jullie, nee, niet erop. Niet erop. Wat ga je doen? Ik ben een picknicker. We zijn weer thuis. Jullie ligt te slapen. Ik heb ook even een dutje gedaan. De kinderen zijn aan het gamen. Die mogen altijd als Edie slaapt even gamen. Een half uurtje. En omdat we dan vanochtend weg zijn geweest. En omdat het vakantiemodus is. Is een en ander blijven liggen. Dus we gaan nu even aan het werk. Als in. Ik denk dat Maarten even gaat helpen, zei hij. En anders zeg maar, vind ik prima dat hij even met de kids bezig is. En dat ik even mijn rondje doe. Zoals was opvouwen. Nice. Was opvouwen.
opruimen. Nice. De vaat weer even in de vaatwasser. Kopje koffie voor Martin. Martin? Je rijdt gewoon tegen een auto aan met een motor. Look at this, man. Wat ga je spelen? Crew 2. Crew 2. Deze heb ik gekocht voor iets van 95k. Oh ja, de vaat. Dus zeg maar dit mooie schema van de Secret Slop en de Fly Lady werken in de vakantie niet heel erg uitstekend. En dat is ook prima, daarom is het ook vakantie. Dus ik ga even kijken wat er wel gaat lukken vandaag. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En wat mij dan meestal helpt is dat ik gewoon één kamer kies en daar begin. Dus ik begin maar gewoon in de woonkamer. Of niet? Elies mag. Ik heb de laatste tijd heel vaak en veel gevoed. Omdat hij ziek was en daarna een ontstoken teen had. En de antibiotica niet kon slikken, wilde slikken. Hij is net pas wakker schiet. Dus we zijn weer een klein beetje terug aan het gaan naar waar we geweest, gebleven waren. En dat is dus dat we overdag wat minder voeden. Dus op het moment dat hij wakker wordt, dan maken we een smoothie. Dat is de beste smoothie. Afleiding van de borstvoeding overdag. Dus we stoppen even met opruimen. Althans, ik ben nog niet eens begonnen. En ik ga even smoothie maken voor Elimans. En Nick vindt het ook lekker. En ik ook. Maarten en Lea niet zo. En weet je, dan vraag je af waarom je fruitvliegen hebt. Blijkbaar zijn mijn kinderen nog niet allemaal zo ver om een banaan op een fatsoenlijke manier te plukken. Right. Smoothie Express. Lea, wil je iets anders? Maarten en de kinderen zijn buiten aan het schravelen. De rotzooi buiten. En waar waren we gebleven? Oh ja, ik heb op de achtergrond even Loopkies live opgezet. Dit zijn allemaal blaadjes waar halve tekeningen op staan en ik ga die bewaren en ik gebruik die meestal voor boodschappenlijstjes of to-do-lijstjes. Dus die komen hier in. Hups. En het is vakantie en er zijn een aantal verjaardagen geweest, dus er is weer best wel veel zooi, spulletjes enzovoort in huis. Dus ik verheug me er nu al op dat ik af en toe weer even wat kan declutteren en wat dingen gewoon kan wegdoen die we niet echt gebruiken. Normaal gesproken haal ik de was uit de droger als die nog warm is en vorm meteen op, zodat die niet gekrukt blijft. Maar ja, het is vakantie, dus ik ben vaak net iets te laat, waardoor ik dan allemaal gekrukte t-shirts heb. Who cares?
Deze ordende ik normaal op categorie. Maar niet meer, want ik heb ze net zo snel uit de bak gevist als ze niet geordend zijn op categorie. En dat spaart dus weer tijd bij het opvouwen. Kijk, zie je? Categorieën zijn niet nodig. Een van de lastigere dingen in dit seizoen qua opvoeding is dat Nick en Lea en Eli verschillende leeftijdscategorieën zijn. En dat het soms lastig is om iets te vinden qua activiteit wat ze alle drie leuk vinden. Waardoor ik me soms moet splitsen en waardoor ik soms een soort van mom guilt heb dat ik meer met name met Eli bezig ben. En Nick en Lea eigenlijk ook nog klein zijn en met mij het samen dingen wil doen. Dus met name door de week als Maarten werk is heb ik daar last van. In de vakantie gaat het wat makkelijker. Ik ben gisteren bijvoorbeeld met Lea gewoon even lekker met zijn tweetjes eruit geweest. Hebben we lekker geshopt en wat gegeten en gedronken. En Maarten is met de jongens bezig geweest en zo wisselen we dat af en toe ook echt af. Dat ik dan met Nick alleen iets doe en met Maarten alleen met Lea, nou ja, enzovoort. Maar des te blijer ben ik als we af en toe iets vinden wat ze allemaal leuk vinden. Zoals vanochtend in het wildpark, zeg maar. Daar hebben ze zich allemaal kostelijk geamuseerd, speeltuin. En Maarten heeft laatst met Eli samen een zandbak gebouwd. Een hele grote zandbak, omdat Eli helemaal fan is van graafmachines, bulldozers en dat soort dingen. En lekker buiten spelen. En nu zie ik dat ze alle drie lekker bezig zijn in de zandbak. En dat doet me dan deugd. Wat ga je doen, Nick? Wij zijn boerderij aan het spelen. Oeh! En is dit de boerderij hier? Nee, het hele grasveld. Het hele grasveld. En wat is dit dan? Dit is waar we de machines een beetje houden. Oké. En we hebben koeien. Waar? Kijk hoe de nep koeien. Voor de nep. Waar? Voor de nep. Oh, hier overal natuurlijk. Ja. Ik vroeg Maarten of het niet iets te veel zand was. Hij zei ja, in eerste instantie wilde hij een grotere zandbak maken. Dus dat is de reden, zeg maar. Zandbakken raken altijd leeg op de een of andere mysterieuze manier. Zand gaat altijd eroverheen en weg, zoals in die bakken en zo. Dus met de bak? Het is een beetje aardig vol. Zand halen en dan doe je de bak in de bak. Boeren! Jongens, één keer. Ik pak een glas. Eli, Eli, ja, ik heb zitten, schat. Eli, voor mij krijg je een extra bol. In de mond, Eli, in de mond. Alright, nu even de vaat. Heb ik al met jullie gedeeld dat ik na. Weet ik het hoeveel jaar? Hoe lang we wonen? Weer 9 jaar of zo? Boah, 10 jaar. Eindelijk een vaatwasser in de keuken hebben. Die stond altijd in het washok, althans niet deze, een andere. En nu heeft Maarten een soort van aansluiting en weet ik wat allemaal gemaakt. Waardoor we nu een vaatwasser in de keuken hebben staan. En ja, ik vind het super leuk. Maarten heeft dan dit ding hier omheen gemaakt. Dit zijn planken. Vloerplanken, grenen. Zo, dit is de breedte van één plank. Dus het zijn drie planken naast elkaar. En dit ook. En dit is de onderkant. En ja, ik vind het echt super grappig en leuk uitzien. En daar ook met die ribbeltjes. Dus ja, zo fijn dat je niet meer naar dit hok hoeft te lopen met je vaat. Maar dat je het gewoon hier kan inbouwen. Heerlijk. Thank you.
Het is 3 uur en ik heb honger. Dus ik maak even... Ik heb even een boterham met rookkaas voor mezelf gemaakt. En dan willen alle anderen ook eten. Dus ik ben mijn tosti's aan het maken nu. Het is altijd fijn voor het avondeten, want meestal eten ze dan hun bord niet leeg. Maar ik denk dat ik of niet goed geluncht heb vandaag, of het komt door de borstvoeding. Maar het is wel vaak dat ik van deze tijd honger heb. Eigenlijk eet ik de hele dag door. Ik zou willen zeggen kleine beetjes, maar dat klopt ook niet. Maar ja, dat zit gewoon bij ons in de familie. We eten gewoon vaak. Hier ontstaat een heuse boerderij. Even een bemoedigend kaartje maken voor een van de buren. Sinds we die zandbak hebben, merk ik wel dat er vaker wat zand tussen mijn tenen en hier binnen ligt. En er zijn een aantal dingen in het huis die we iedere dag doen. En één daarvan is dat we iedere avond, als we de kinderen naar bed brengen, Roomba, de robotstofzuiger, zijn rondje laten doen. Dus daardoor denk ik overdag. Plus iedere dag, ja. Iedere avond gaan de kinderen in douche of bad. Waardoor je dus ook overdag denkt... Ga lekker liggen. Wat is de poepie? Wil je wat drinken? Wat wil je? Ranje? Of water? Papa wil ook drinken. Wil je ranje? Papa ook drinken. Ja. Kom. Okay. Wat wil jij? Uit. Moet die uit? Oké, okay, zeg maar doei. Het is heel benauwd. Dus we zijn allemaal een beetje moe. En we hebben ook heel veel gesnackt tussendoor. Dus we gaan het even simpel doen. En iets maken waarvan ik ook weet dat ze het allemaal lusten. Courgette soep, die maak ik iets dikker door middel van aardappelen, zodat het meer voor Eli meer papperig is. En pannenkoeken. Heel smakelijk. Thank you. Leuk dat je keek en wellicht tot de volgende vlog. Doei. Is dat ons volk? Is dat ons nageslacht? Nog even een avondwandeling, zodat iedereen lekker moe en voldaan naar bed kan dadelijk. Hoe lang moeten we lopen dan? Nee, het is gewoon lekker even buiten lucht. Slippers.